Welkom bij de You Are Goddess podcast van Cosmically. Mijn naam is Cindy, ik ben Cosmic Counselor en ik neem jullie met deze reeks graag mee op een astrologische reis door de asteroïdengordel. Daar waar dat de godin thuis is, de zone van sacrale chaos, een bron van pure creatie krijgt. Welkom. Welkom allemaal bij de tweede aflevering van You Are Goddess. Een astrologische podcast waar dat we het vooral gaan hebben over de asteroïde godinnen. En waar dat we al in de eerste aflevering gewoon het algemene bekeken hebben. De algemene symboliek van de asteroïde. Van waar dat komt. Waarom dat dat is. Hoe dat dat zich in de astrologische charts naar voren brengt. Dat was het eerste gedeelte. Nu, in deze aflevering, in aflevering 2, starten we gewoon met de asteroïde zelf, met de godinnen zelf. En vandaag, in deze aflevering, starten we met godin, asteroïde Ceres. Asteroïde nummer 1. En dat is letterlijk ook nummertje 1. Als je het gaat zoeken in jouw chart, kan je ze ook vinden onder, niet alleen onder Ceres, maar ook vinden onder asteroïde Ceres nummer 1. Dus vandaag bekijken we Ceres, maar ik bekijk Ceres nooit alleen. Ceres heeft een bepaald archetype, heeft een bepaalde mythologie. En vanuit die mythologie wordt dat archetype heel mooi verteld. En dat is ook altijd een heel mooie insteek om te gaan starten met zo'n archetype uit te leggen. Maar als ik in een birth chart Ceres erbij neem, dan neem ik automatisch, of neem ik daar toch sowieso een klein kijkje naar, is naar de asteroïde Persephone, nummer 399. Die neem ik er sowieso ergens bij. En ook hou ik planeet Pluto mee in het achterhoofd. Dat wil zeggen dat ik die triade samen ga bekijken. Dat ik de onderlinge contacten met die drie samen ga bekijken. Dus zo'n birth chart reading is niet lineair. Dat is niet Ceres staat daar en dat betekent dat. Dus dat is zo bij mij in mijn kaart. De onderlinge relatie tussen bepaalde planeten en asteroïden bekijk ik sowieso erbij, maar ook de onderlinge relatie in de archetypes, in de mythologie daarvan. Dus de verhoudingen daartussen is altijd heel fijn om te bekijken. Dus het is wel leuk als je, ik noem dat dan een cookbook, astrologie. Als je dat gaat bekijken, één per één, wat betekent Ceres in dat huis, in dat teken? Waar staat Ceres volgens de theorie sterk? Dat is dus allemaal goed als basis, maar daar zitten diepere lagen onder. En die diepere lagen, dat bestaat onder, dat bestaat eigenlijk vanuit de relatie tussen verschillende asteroïden, planeten, huizen, tekens, elementen. En daar is de mythologie of het verhaal erachter van het archetype zelf eigenlijk een hele mooie insteek. Dus we bekijken niet alleen een theorie, maar ook de verhouding van hoe staat dat in mijn chart en hoe gaat dat zich naar buiten brengen. En mythologie of het verhaal van het archetype, want mythologie is eigenlijk gewoon de vertelling van hoe dat een archetype zich vormt. Dat is eigenlijk mijn hele belangrijke sleutel. Dus daar ga ik ook mee beginnen nu. We gaan straks even verder kijken. Ik weet niet of dat ik heel
Ceres ga door de chart halen. Ik denk dat ik mij iets ga focussen op de elementen en op de tekens waar dat Ceres krachtig in staat. Maar we gaan gewoon starten met het verhaal rond Ceres. Ceres is de godin van de oogst, is de godin van de voeding. Oogst, voeding hangen aan elkaar. Heeft ook een moederenergie, maar eerder een opvoedersmoederenergie. Je hebt de koesterende moeder, je hebt de barende moeder, dus je hebt verschillende moedertypes. Maan, hè, de maan in ons chart is het alom gegeven van het moedergegeven, dus het hele pakketje. Nu, Ceres pakt vooral de rol van opvoedster, van voedster. Dus zij die voeding geeft vanuit het oogstgegeven, vanuit de natuur, natuurlijke voeding, hangt ook bij Ceres. Dus Ceres, de godin van de oogst, ook de godin van de seizoenen. En daar gaat de belangrijkste mythologie van Ceres over, waar dat het archetype enorm krachtig naar buiten komt. En dat speelt zich af wanneer Ceres zelf moeder wordt of is. En zij is moeder van Persephone. Dat had ik er net al eventjes gezegd. Persephone, de dochter van Ceres, een heel mooie godin, jonkvrouw, zoals in de meeste mythologieën. Dus dochtertype. Dus hier krijgen we ook al de verhouding tussen moeder- en dochterenergie. Tussen moederenergie of een oudere vrouwenergie en een jongere dochter of een jongere vrouwenergie. Waar dat de ene de opvoedersrol neemt op de andere, terwijl dat Persephone in dit geval een andere rol brengt naar Ceres toe. Dus hier zien we ook het uitwisselingsprincipe. En Ceres en Persephone hadden een hele goede band, een hele goede moeder-dochterband, in een enorm krachtige onvoorwaardelijkheid, een enorm krachtige, liefdevolle band op allerlei niveaus. Dus in die tijd, als de goden nog heersten over aarde en als de goden nog deel uitmaakten tussen de mensen, was Ceres eigenlijk de godin van de oogst en er was een constante oogst. Het hele jaar door was er oogst, was er overvloed. Dus wanneer dat Ceres haar hart vol was, was er overvloed. De band met haar dochter maakte dat er alleen maar overvloed was. En Persephone groeide op als jong meisje en kreeg eigenlijk alle voeding, maar ook alle soorten van voeding van haar moeder uit. Dus hier zien we ook één gezins opvoedingssituaties. Ga dat straks nog even allemaal herhalen. Dus de moeder die eigenlijk alles aan haar dochter doorgaf. Voeding onder de vorm van natuurlijke voeding, lichamelijke voeding, letterlijk eten. De oogst van de natuur, de oogst van de grond, de oogst van de aarde. Maar ook emotionele opvoeding. Hoe ga je om met emoties? En daar komt straks nog een klein addertje onder het gras. Maar ook mentale opvoeding. Persephone was heel geleerd, kon heel goed in relatie gaan, kon heel goed in interactie gaan. Al die dingen, ook het stukje liefdevolle connectie, het stukje vuur. Dus voor die beide dames was er niks anders dan overvloed en hun connectie met beiden. En dan begint er al een klein probleem op te komen, want Persephone groeit op en groeit op. En die band was zo sterk tussen beiden,
dat Persephone eigenlijk geen nood had aan een partnerrelatie. Want eigenlijk had ze alles wat ze nodig had om goed, zachtaardig en in overvloed te kunnen leven. Als mooie vrouw, als intelligente vrouw, als goed gevoede vrouw, was zij wel degelijk heel gegeerd. En kreeg zij van allerlei kanten aanmoediging, uitnodiging tot stichten van een gezin, tot in relatie gaan, tot echtgenoot worden. Maar Persephone had zoiets van: waarom zou ik? Ik heb alles en ik moet er niks voor doen. Dus het stukje Persephone, waar we straks nog voor terugkomen. Terwijl dat er wel degelijk in die tijd iets was van huisje, tuintje, boompje, de rol van de vrouw, de rol van de echtgenote. Dat gaan we verder door ook zien in de afleveringen als we het over Juno hebben. Maar Persephone had zoiets van: waarom ga ik mij in een relatie of in een huwelijk zetten, terwijl dat ik nu alle vrijheid heb, terwijl dat ik alle vriendschap en alle liefde heb die dat ik maar kan krijgen? En Ceres had ook zoiets van: voor mij is dat niet nodig. Als godin zijnde van de oogst kan zij haar dochter alles geven wat ze nodig heeft. Dus er was ook geen nood aan uitwisseling of aan een huwelijk. Vanuit de mythologie bekeken is dit een ticketje naar drama. Zo gaat dat in de oude mythologie en de oude godenverhalen. Dus natuurlijk ook de goden zijn uit op een, zou zeggen, een jonge vrouw die enorm gevoed is. Op allerlei niveaus. En zo is dat ook geweest met Pluto, Hades, god van de onderwereld. Dus op een bepaald moment, omdat zij zo gegeerd was en er al zoveel aanvragen waren, zal ik maar zeggen, is er altijd een energie die wilt hebben wat dat ze niet kunnen krijgen en dan dat gaat doen op een andere manier, gaat verkrijgen. Dus hier gaat het ook over macht. Dus ook het spelletje over macht en kracht komt hier naar boven. Dus op een gegeven moment, het verhaal gaat als volgt. Persephone was haar ochtendwandeling aan het doen, gelijk dat ze gebruikelijk doet, door de velden. Door de klaprozenvelden. Dus de klaproos komt straks ook terug. Door de klaprozenvelden, waar dat ze eigenlijk een enorme bewondering voor had, voor klaprozen. En op die moment scheurt de aarde open. In de mythologie gaat dat zo, daar kan alles, hè? Scheurt de aarde open en komt Hades eigenlijk in zijn triomfantelijke of hoe zeg je dat? Ik kan niet op het juiste woord komen. Met zijn vier helspaarden vooraan komt hij uit de aarde en hij schaakt Persephone en neemt haar mee naar de onderwereld. Dus zij wordt eigenlijk gewoon gekidnapt. Aarde gaat terug dicht, niks gebeurt. Klaprozen wapperen in de wind, gelijk als anders. Nu, als Ceres weet je, als moeder, weet je dat er iets gaande is. Dus op dat moment krijgt Ceres een heel raar gevoel en een heel beangstigend gevoel. En zij voelt dat er iets mis is. Dus haar moederinstinct, alle rode vlaggen gaan wapperen, laat het maar zeggen. Laten we het zo maar even stellen.
En ze gaat op zoek naar haar dochter, want zij voelt dat er iets mee is. Zij vindt haar dochter niet. Dus eindeloze zoektocht. Waar haar gemoedstoestand, haar liefde, gaat beginnen verzwakken en ompolen naar verdriet, naar wanhoop. En dan komt de wanhoopskracht of de kracht van een verloren moeder naar boven. Die ompolt van verdriet naar kwaadheid, naar zoektocht, naar onwetendheid. Dus er komen heel veel emoties naar boven. Wat dan maakt in de mythologie dat de aarde begint te verdorren. Want Ceres vindt haar dochter niet. Ze is haar liefde kwijt. Ze is haar connectie kwijt. En ze weet niet waar naartoe. Heel het godenrijk wordt opgetrommeld. En dan is er natuurlijk de communicator van de goden of de boodschapper van de goden, Mercurius of Hermes. Die eigenlijk zijn rondtocht gaat doen, die eigenlijk mee op zoek gaat, want Hermes die mag overal komen, Mercurius mag overal komen. En er is inderdaad ergens een anekdote of ergens een flinter sprankeltje waar dat gezegd wordt dat Persephone meegepakt is door Hades. Dus dat zij in een onderwereld zit. En dan is het letterlijk de schaduw dat valt op Ceres. Want wetende dat er eigenlijk geen ene god in de onderwereld mag komen of kan komen buiten Mercurius. En die moet beantwoorden aan Zeus. Dus als Zeus geen toestemming geeft, mag Mercurius ook niet naar de onderwereld. Dus ze vonden het eigenlijk daarboven, Zeus en consorten vonden het niet de moeite waard om Persephone terug te halen uit de onderwereld, wetende dat ze dan heel wat onrust stoken en heel wat risico nemen tot onrust. Dus Ceres was een klein beetje in haar gat gebeten tussen haakjes. Maar langs de andere kant ook enorm boos dat haar dochter gebruikt werd om de plooien glad te strijken met de onderwereld. Dus als we Hades gewoon laten doen, als we doen alsof dat we dat niet gezien hebben, of we doen alsof dat we daar mee meegaan, dan gaat dat wel in orde komen. En hier komt het potentieel van de moederkracht naar boven. Want wat doet Ceres? Godin van de oogst, die draait letterlijk de oogstkraan dicht. Dus er groeit niets meer op aarde. Dus vanaf dat moment valt er schaarste op aarde. Geen voedingen meer. Mensen klagen, mensen hebben geen eten, er wordt geplunderd op de laatste dingen. Dus er is een soort van chaos dat naar boven komt, omdat er geen voedsel meer is, omdat er schaarste komt. En dan begonnen de goden een beetje in hun haar te krabben, want ze hadden zoiets van, ja, we gaan daar niks van zeggen, dan maken we de god van een onderwereld het niet te lastig en dan blijven we wel in ons gewone leventje en kunnen we als goden leven. Dat was dan even buiten de oermoedergodin gerekend. Want de godin van de opvoeding, die had zoiets van, Hier wordt met mij ook rekening gehouden. Dus onderschatten krachten.
Het onderschatten van de vrouwelijke kracht komt hier enorm naar boven. Als Ceres de kraan toedraait en er valt schaarste over aarde, dan sterft de mensheid uit. Sterft de mensheid uit, dan was er een probleem bij de goden. Dat kon Zeus niet op zijn kerfstok hebben, dat de mensheid moest laten uitsterven, omdat er iets in een doofpot gestoken werd. Mooi hoe dat allemaal zo in de mythologie naar boven kan komen, hè? Dus er moest wel degelijk rekening gehouden worden met de noden van de grote moeder. Dus Mercurius wordt opgetrommeld en wordt eigenlijk naar de onderwereld geduwd als onderhandelaar. Wat dat me het beste kan. Zowel de taal van de onderwereld spreken als de taal van de bovenwereld spreken. Nu, ondertussen in de onderwereld. Persephone. Persephone, als jonge vrouw, heel naïef, altijd alles gekregen, komt ze daar in een onderwereld terecht, bij de god van de onderwereld. Die eigenlijk wel wat passioneel is. Die eigenlijk wel wat lust heeft. En daar staan ze dan als jonge, naïeve vrouw. Wordt ze daar ineens gekroond? Of toch bijna gekroond tot godin van de onderwereld? Moet ze daar ineens haar mannetje gaan staan? Aan de hoogste positie van de godenwereld. Dus je kunt al weten wat dat voor het archetype van Persephone doet, van de jonge vrouw die eigenlijk alles heeft, maar een vrij sterke naïviteit heeft en nog een deel van de wereld niet gezien heeft, vooral de onderwereld niet gezien heeft, vooral het lustgedeelte niet gezien heeft, vooral de passie niet gezien heeft. Vooral de seksualiteit ook niet gezien en gekend heeft. Nu, Hades, grote manipulator ook, die geeft haar allerlei dingen. Geeft haar de mooiste kleren, geeft haar de mooiste troon, al die dingen. Maar als ze zoiets van heeft, van, dat boeit mij compleet niet. Ik wil terug naar buiten, ik wil terug naar mijn moeder, ik wil terug de natuur in. Nu, allerlei oogsten in de onderwereld waren er ook. Nu, ondertussen, Mercurius is aangekomen in de onderwereld en gaat eigenlijk onderhandelen. Op den duur is er een overeenkomst dat Persephone mee terug mag naar naar de bovenwereld. Maar dat was het slinkse plan van Hades, die een aantal granaatappelen aan haar gegeven heeft. Een van de mooiste vruchten, van de lekkerste voedzame vruchten. Maar er zat een addertje onder het gras. Want wie dat van de granaatappel eet, de aantal zaden dat ze van de granaatappel eet, moet ze in de maanden, moet ze in de onderwereld blijven. Dus, en zij had er een aantal gegeten daarvan. En daar kan of kon niemand iets aan doen, want de naïviteit van Persephone, het hongerig gevoel van haar, heeft ze. Is ze eigenlijk gevallen voor de, hoe moet ik dat zeggen, de geschenken of de valse geschenken? Of misschien voor de, ja, kan er niet goed, komt ze biedt misschien wel. Dus ze is er in ieder geval voor gevallen en zij heeft die zaden opgegeten. En dat was een probleem. Dus heel de godenwereld op zijn kop, heel de onderwereld op zijn kop.
Uiteindelijk, het was nog steeds algemene winter op aarde, allemaal schaarste, geen groen, alleen maar kilte en geen planten, geen blaren aan de bomen, niks. Uiteindelijk is er een compromis gesloten waar dat Persefone 6 maanden in een bovenwereld leeft en 6 maanden in een onderwereld leeft. En elk jaar mag zij 6 maanden naar boven en 6 maanden is zij koningin van de onderwereld. Dus 6 maanden is zij boven bij haar mama, bij Ceres, op aarde. En is het overvloed, is het zomer. En 6 maanden gaat zij naar de onderwereld en is het winter, valt er winter op aarde, want om de 6 maanden gaat Ceres in haar rouw. En als Ceres begint te rouwen, beginnen de blaren van de bomen te vallen. Dan gaan de poorten van de onderwereld open. Dat is trouwens het schorpioenseizoen. De blaren beginnen te vallen, de poorten van de onderwereld gaan open en Persefone daalt de onderwereld in. Begin van de lente rijst de zon, dus in dit geval rijst Persefone en alles begint terug te groeien en er komt terug overvloed. Dat is de mythologie van Ceres, Persefone en Hades of Pluto in dit geval. Nu ga ik daar nog een aantal symbolieken omzetten in kwaliteiten dat we gaan zien in de geboortechart of in de chart van het moment. Dus we hebben al bij Ceres gezien oogst, voeding, opvoeding, liefde voor kinderen. En kinderen willen vasthouden, zit daar ook bij. Wat zit daar nog in? Het rouwproces wanneer dat je kinderen laat gaan. Dus het volwassen worden van kinderen brengt een rouwproces bij de moeder teweeg. Dus daar zitten ook een aantal dingen in. De dualiteit van de seizoenen. Er is een periode van overvloed en er is een periode van schaarste. En hoe zijn de twee in verhouding? Wat doen we daarmee? Dat zijn zowat alle dingen, ook voeding, alles wat dan met voeding te maken heeft, op zijn meest algemene manier. Dat zijn de dingen waar dat we Ceres in herkennen. Ik ga straks verder over Persefone, maar ik ga nu Ceres eventjes verder doordoen. Bijvoorbeeld het stukje voeding kan naar gelang in welk teken dat het in de chart staat, op een bepaald vlak komen te liggen. Dus Ceres in een aardeteken gaat meestal over aardse voeding, over voeding die het lichaam gaat voeden. Aardse voeding. Hetgeen dat groeit op aarde in de natuur. Ga je Ceres zien in een luchtteken bijvoorbeeld, dan ga je Ceres meer op een mentaal vlak zien. Dan ga je Ceres meer op een communicatief vlak zien. En dan gaat voeding vanuit communicatie, vanuit relatie, vanuit verbinding zijn. Wat dat ook een krachtig iets is. In de watergedeelte, in het waterelement, gaat Ceres over de emotionele verbinding, over de emotionele connectie en over vooral de moeder-dochter-connectie of de moeder-kind-connectie en het moeilijker loslaten van de kinderen. De emotionele band ouder-kind. Dat ga je zien in een vuurteken
Gaat Ceres staan in een vuurteken, dan zien we daar de overlevingskracht van de moederenergie. Hoe dat zij bijvoorbeeld haar dochter kan aanmoedigen. Waar dat er een spirituele voeding is, waar dat er een doorzettingsvoeding is, waar dat er beweging is. Waar dat er iets in gang gezet wordt, waar dat er vuur is, waar dat er power is. Heel krachtig komt in dat stuk de alleenstaande moeder bijvoorbeeld naar boven, in vuur. Ga je echt wel heel krachtig dat stuk naar boven zien. En dus stelt, ik ga bijvoorbeeld een voorbeeld geven van mijn chart. Ik heb Ceres staan in boogschutter, samen met mijn gewone maan. En toeval of niet, ik noem dat geen toeval, heeft mijn moeder haar zon op dezelfde graad staan, waar dan je eigenlijk volledig kunt gaan zoomen dat mijn relatie met mijn mama eigenlijk een soort van voeding geweest is van vuur, van doorzetting. Van zij heeft mij weliswaar bijna helemaal alleen opgevoed en zij heeft mij evenzeer die power en dat doorzettingsvermogen doorgegeven. Zij heeft mij geleerd hoe dat je voor jezelf kunt opkomen en hoe dat je voor iets kunt gaan als je er maar genoeg passie en vuur voor hebt. Als je er maar genoeg doorzettingsvermogen voor hebt. Als je maar genoeg een doel hebt om bepaalde dingen mee te geven. Dus dat is iets dat bijvoorbeeld heel sterk naar voren komt. In boogschutter heeft dat in dit geval bijvoorbeeld heel veel te maken met waardes. Hoeveel waardes dat je kinderen kunt meegeven, hoeveel open mind dat je ze kunt meegeven. En dat stukje heb ik ook meegekregen en dat is ook iets dat ik zelf naar voren breng. Weliswaar, ik heb zelf geen kinderen, maar op een ander vlak. Ik sta dan toevallig in de toeval, hè? Er is nooit geen toeval. Ik ben opvoeder, dus ik sta in de zorg qua opvoeding. Op een heel andere manier. Maar visie en de kijk naar de wereld is daar ook heel centraal in. Dus dat zijn dingen hoe dat Ceres in een vuurteken naar buiten kan komen. Bijvoorbeeld in Ram zou dat kunnen zijn naar het sportieve, naar het beginnen, actie, in beweging komen. Die dingen. En dan heb ik alle elementen al gehad. Dus waar staat Ceres sterk? Vooral in de aardetekens, omdat daar het voedingsaspect en de natuurlijke aspecten, het cyclische, heel sterk naar voren komen en het is heel concreet. Dus daar kan het echt wel heel letterlijk worden. Dat er Ceres in aarde, dat er echt wel, ja, dat er echt wel mensen zijn die te maken hebben met aardse voeding. Naar gelang de huissetting, naar gelang de aspecten, kan dat dan weer zijn van oké, op welk vlak is dat bezig zijn met voeding op restaurantgebied of bezig zijn met voeding op gezondheidsvlak? Of beide? Of het oogsten van voeding in de landbouw? Al die dingen, kruiden. Dat zijn allemaal nuanceringen waar dat Ceres iets mee te maken heeft. In de andere kant, in water, staat Ceres evenzeer sterk, maar daar zien we echt wel het over de emotionele connectie en de emotionele connectie tussen voeding en emotie. Dus daar zie je al eens gemakkelijk Ceres in een waterhuis of Ceres in de watertekens. Dat zijn kreeft, schorpioen, vissen. Dat er problemen zijn met omgaan met voeding en emotie eraan koppelen. Dus voeding waar dat er emotionele problemen zijn. En dat gaat dan over eten ter compensatie van
een emotionele leegte. Of andersom, niet eten. Dus problemen met voeding, kan dat heel emotioneel, heel psychologisch ook maken. Maar evenzeer kan dat net een soort van emotionele voeding kunnen geven. Dus bijvoorbeeld, stelt dat er iemand die Ceres in een waterteken, in kreeft heeft, bijvoorbeeld, op een heel goede positionering, dan krijgen we hier ook mensen die hun kinderen of whatever dat ze ook doen, want hier zitten we ook met dat opvoedingsgegeven, een hele goede basis kunnen geven in emotionele stabiliteit, in emotionele flow, in ups en downs. Dat mensen met Ceres in water, die dat die heel goed hebben, vast hebben, dat archetype, kunnen daarin heel goede ondersteuners zijn. Kwestie van emotionele ups en downs. Hoe ga ik met depressie of met depressieve gevoelens om? Hoe ga ik met rouwgevoelens om? Dus bijvoorbeeld, mensen met Ceres in water, dat kan wel zijn dat die ergens een ondersteunende functie hebben in het rouwproces. En dat kan inderdaad zijn als coach, maar dat kan evenzeer zijn als begrafenisondernemer. Dat gaat dan over mensen ondersteunen in bepaalde emotionele processen en daar een soort van voeding geven, daar een soort van leren mee omgaan. Dus heel boeiende gegevens, kwestie wat dat Ceres is. Ceres, in een bepaalde positie met andere planeten kan hier ook een bepaalde kracht of macht gaan naar voren brengen. We hadden het er straks gezien in de mythologie. Dat Pluto, Hades, god van de onderwereld, heeft heel veel macht, maar onderschat Ceres niet. Als zij de kraan dichtdraait, dan komt haar macht ook naar buiten. Dus de macht van de moeder, niet te onderschatten. De macht van een moederenergie, en dat kan leiden tot een kracht, maar dat kan evenzeer leiden tot machtsmisbruik en manipulatie. En dat zien we in de typische, tussen haakjes, in de typische schoonmoedergegevens, die eigenlijk hun kinderen niet willen afgeven en die gaan manipuleren in het gezin van hun kinderen, bijvoorbeeld. Dat zijn de negatieve kwaliteiten. Positieve kwaliteiten, dat is inderdaad de impact dat een moederenergie kan hebben op een groter gegeven. En wij hebben allemaal een moeder. Dat is iets dat vrij aards is. Dus die moederkracht is vrij krachtig. En kan ook haar schaduwkant laten zien vanuit chaos veroorzaken. Dus het grote potentieel in kracht van chaos. Dus Ceres is evenzeer heel prominent, zeker als het met bepaalde planeten, bijvoorbeeld zoals Uranus, een connectie maakt, of met Mars een connectie maakt, kan dit in de astrologie, kan dit, laten we zeggen, bepaalde revoluties teweegbrengen. Bepaalde revoltes wegbrengen door chaos te veroorzaken. Ik dacht dat er, als ik mij niet vergis, in de Franse Revolutie een vrouwengemeenschap heel sterk naar voren gekomen is, zelfs in de Amerikaanse Revolutie, dat daar echt een bende vrouwen eigenlijk vanuit hun kracht, vanuit hun moederlijke kracht, van alle, ik dacht zelfs dat het in de Wereldoorlog 2 ook zo geweest is, als ik mij niet vergis, die eigenlijk gaan protesteren zijn omdat hun kinderen, vooral hun zonen in dit geval dan, mee naar het slagveld moesten. Dat was niet zo, dat viel niet zo in goede aarde en daar een dreigement
veroorzaakt hebben en daarop heel veel kunnen ompolen hebben. Dus vanuit chaos iets kunnen ompolen. Door chaos, door schaarste te veroorzaken. Dus een niet te onderschatten energie, ook qua nood naar revolutie. Dus onderschat de kracht van de moeder hier niet. Oké. Dan gaan we eventjes over naar Persephone. Dus want ook zij in de chart brengt iets mee. En je had mij het straks al horen zeggen, de naïeve jonge vrouw. De naïeve jonge vrouw ineens plots met haar twee voetjes in de onderwereld. Waar dat absoluut alles open en bloot gebeurt. Letterlijk en figuurlijk. Waar dat er hun hand niet wordt omgedraaid voor een beetje geweld. Waar dat er heel grof, waar dat er alles behalve etiketten is, alhoewel soms toch wel. Waar dat een bepaalde robuustheid zit. En vanuit het licht, vanuit de naïviteit, zien we hier het archetype van Persephone, die heel sterk resoneert met het archetype van Neptunus. De naïviteit, die eigenlijk ineens plof in de donkerte gezet wordt, dus schaduwwerk, is heel Persephone-achtig. Schaduwwerk is vanuit een bepaald trauma. Eigenlijk de naïviteit gaan lossen, maar daar wel in moeten gaan aanpassen. Neptunus is heel gradueel. Persephone is echt boenk. Van een ene moment naar een andere wordt de naïviteit, wordt de puurheid en de zuiverheid ineens weggerukt vanuit een trauma. Dat stuk kan iemand zijn leven helemaal kapot maken. Iets dat er u overkomt, een bepaald trauma dat u overkomt, waar dat je gedoemd bent om mee te leren leven. Punt. Heel cru, maar zo is ook het archetype van Persephone. Dus in de eerste instantie gaat het over van naïviteit ineens boenk in de donker te gaan. Zonder dat er een gradueel proces in zit. Dus trauma zit daaraan. Hoe ga je om met trauma zit daar evenzeer aan op de goede manier. Dus er is altijd groei uit. En hier gaat het over aanpassingsvermogen. Aanpassingsvermogen van hoe ga ik om dat ik op de ene moment, van de ene moment op de andere moment gewoon mijn naïviteit kwijtgeraakt zijn. Dat ik de wereld ineens zie gelijk dat hem echt is. Dus vandaar dat die twee archetypes aan elkaar hangen. Want als je een overbeschermende moeder hebt, dan gaat dat Persephone, archetype ook veel sterker aanwezig zijn. Dat is een resonantie dat je gaat zien. Dus als die twee een aspect maken in de chart, kan dat eigenlijk wel heel sterke dingen naar boven brengen. Hoe meer dat je beschermd wordt in de ouderlijke omgeving, hoe groter dat de klap is naar de realiteit. En dan werken ze elkaar negatief in de hand. Werken ze elkaar positief in de hand, dat wil zeggen als Ceres eigenlijk al kan beginnen loslaten, haar moeder energie kan opvoedend naar loslaten, opvoeding is naar zelfstandig worden, kan beginnen gaan inzetten van in het begin al, dan gaat dat Persephone-type, tenzij dat er een ander traumageval is, minder hard geraakt worden of minder plots geraakt worden. En dan krijgen we een graduelere aanpassing. Persephone
ineens in de onderwereld. Dus aanpassingsvermogen aan een omstandigheid waar dat je geen controle over hebt. Dus dat is toch wel een heel krachtig archetype, Persefone. Dus als je ze in de kaart gaat zien, gaat het erom van waar dien jij eigenlijk een aanpassingsvermogen te hebben of te creëren vanuit het niets? Vanuit dingen die dat je niet kunt controleren. Wat zijn er gegevens? Waar staat die? Wat zijn er gegevens dat jij niet kunt controleren en waar dat jij sowieso geen andere keuze hebt als aan te passen? Jezelf aanpassen aan je nieuwe omgeving, aan de nieuwe situatie. Die dingen allemaal. Dus weerom, als we even gaan kijken, hoe zet zich dat in verschillende elementen? Persefone in een vuurarchetype, allee, in een vuurelement, gaat het archetype eigenlijk. Hier zitten we bijna met de stadia van rouw ook. Hè? Hier zie je die kwaadheid, dat eigenlijk de fight is. We gaan gewoon in fight-modus. Dus er wordt eigenlijk gewoon naar buiten geduwd. Er wordt ook dikwijls schuld naar de buitenwereld gezet. Dus er wordt heel veel geprojecteerd naar buiten, maar er wordt ook voor gevochten. Dus het kan een heel krachtig iets zijn van als je eigen vuur vindt om er tegen te gaan vechten en de power te hebben om echt er tegen in te gaan. Maar soms winnen ook die oorlog niet. En dan zitten we hier een beetje met het Mars-principe, die af en toe een strijd verliest. En wat heb je dan nodig om terug te recupereren, om de strijd niet helemaal te moeten verliezen? En dat is dan met de dood als gevolg, hè? Dan heb je survival-mechanismen nodig. Dus in vuurkracht is dat iets van blijven gaan, blijven vechten, blijven gaan. In water gaat dat eerder het emotionele gegeven zijn. Hier zien we ook manipulatieve trekjes naar boven komen. Hier zien we ook dingen waar dat je versmelting krijgt. Waar dat je attachment krijgt, waar dat je het op een heel subtiele, gevoelige manier eigenlijk je eigen ding ervan gaan maken. In lucht, dat is een heel boeiende setting. Persefone in lucht is echt mind, is echt mind en communicatie. Dus daar zit een heel mentaal aanpassingsvermogen. En dan aarde. Dat is een heel boeiend gegeven. In aarde krijgen we gewoon een praktisch gegeven. Een praktisch gegeven, een survival modus van we halen het beste uit de omgeving dat er is. Kan ook een soort van verbittering aankomen. Dus er zijn altijd twee polen aan de dingen. Hè? Dus één is van we halen het beste uit de omgeving wat dat er is. Dus bijvoorbeeld in de positieve zin kan dat zijn, wordt ergens neergezet. En je hebt daar een paar tools en daar maak je het beste van. Dus daar ga je inventief zijn met de tools die dat je hebt. Aanpassingsvermogen. Heel simpel. Kan dat zijn, je gaat op reis, je hebt ergens pech, je zit ergens vast in een land met heel weinig comfort. Aardetekens zijn meestal heel comfort, rijke tekens. Die hebben wel graag wel wat comfort. En je zit daar met basic tools. Persefone in aarde gaat die tools dat ze heeft gaan gebruiken om haar comfort zo hoog mogelijk te houden. Dus laat ons een beetje zeggen dat dat heel praktisch inventief is. Bijvoorbeeld, je hebt geen
Je hebt geen essentieel of je hebt geen koffiezet. Maar je hebt daar wel een soort trechtertje en zakdoek. En je hebt koffie. En well, zo kunnen we ook koffie zetten. Aanpassingsvermogen. Praktisch. Heel praktisch. We hebben twee of drie ingrediënten. Wat maken we ervan? Welke kwaliteit gaan we maken met de middelen die dat we hebben in aarde? En dat kan ook materie zijn, dat kan ook geld zijn. Met weinig geld heel veel dingen kunnen doen. Of echt gaan aanpassen aan verschillende omgevingen. Veel geld, weinig geld. Persefone in een aardeteken, vooral in stier bijvoorbeeld, kan Persefone zowel omgaan met hele rijke mensen als omgaan met mensen die eigenlijk niks om geld geven. Dat is een soort van, die past zich aan. Dus Persefone heeft hier vooral te maken met het verliezen van de naïviteit, maar vrij bruut. En met aanpassingsvermogen aan de omstandigheden. Dus met traumaverwerking of gewoon overleving met trauma. Dus toch wel een hele belangrijke om te gaan kijken als er trauma is, waar staat Persefone en hoe kunnen we die kwaliteiten naar boven halen? Want Persefone is ook wel de koningin van de onderwereld, dus heeft haar machtspositie of krachtpositie door haar aanpassing, krijgt ze die wel en heeft ze een bepaald aanzien. Zij heeft in de mythologie op den duur een bijna gelijkaardige positie dan Juno boven naast Zeus. Dus niet te onderschatten hoe dat een naïef jong ding een bepaalde power in een onderwereld kan hebben. Dus ook weer hier, en dit is heel hedendaags, onderschat de kracht van schoonheid niet. En dan bedoel ik het echt wel in de aantrekkingskracht van schoonheid. Hoe dat schoonheid een soort van macht kan zijn. Als die naïviteit omgezet wordt naar aanpassingsvermogen en werkelijk in hun kracht gaan staan. Dus dat zijn de twee archetypes waar dat ik het in de tweede aflevering dan over wat hebben met jullie. Moeder-dochterrelatie. Het afscheid van kinderen. Volwassen worden van kinderen. De kinderen die naïviteit soms plotsklaps ineens poef zien verdwijnen. En die daar ineens in contact komen met de werkelijkheid. Met de echte wereld. Met de wereld van lust. Met de wereld van macht. Met de wereld van machtsmisbruik. Met de wereld van trauma. Met de wereld van schaduw. Dus hoe dat Ceres in de kaart ontwikkelt, zo ontwikkelt Persefone ook. Dus die hebben automatisch, ook al zijn ze niet verbonden in de kaart, hebben die een link met elkaar. En ook Pluto werkt daarin mee, want hij is diegene die daar eigenlijk die naïviteit gaat ompolen. Die dat vanuit een bepaald trauma, vanuit een bepaald transformatieproces, dat gaat doen. En alle manipulatieve trucjes die dat erbij komen kijken, de dingen, de minder mooie kant van het leven, die dat er gewoon bij hoort. Dus er worden nu al eens vruchten aangeboden waar dat je beter niet van zou eten, of tenminste eens zou nadenken van, zou ik hier wel van eten? Tenminste eens een keer ga aftasten van, is dit wel zo gezond dan dat het lijkt? Is dit wel zo, zit daar geen addertje onder het gras? Dus als je al een bepaald gevoel hebt van zou ik het doen of zou ik het niet doen, dan zit Pluto daar ook in van ga eens dieper voelen, ga eens voorbij de naïviteit, ga eens voorbij het Venusiaanse
Ga die schoonheid een keer gaan gebruiken. Kan dat gebruikt worden? In hoeverre wordt dat misbruikt? Die dingen. Wat is naïviteit? Wat is jeugdigheid? Dus dat is een heel heftig topic die dan nu momenteel in onze, eigenlijk is dat altijd een beetje geweest, maar nu is het echt wel heel extreem, die echt wel een soort van populariteit gekregen heeft, dat jeugdigheid is al vrij lang, maar het is echt nu aan het extreem naar buiten komen, dat jeugdigheid en schoonheid dikwijls ook een ticketje is naar macht. En dikwijls ook een ticketje naar machtsmisbruik, langs welke kant dan ook. Goed. Ik denk dat we hier er een klein beetje mee rond zijn. Dus Ceres in de kaart, asteroïde nummer 1. Heel sterk in aardetekens. Ik denk dat we Persephone dan toch wel heel sterk in lucht en water kunnen zien. Kwestie van het archetype dat daar echt wel wat kan tegengewicht bieden. Processen van rouw, processen van verlating zit bij Ceres evenzeer als processen van trauma en evenzeer rouw bij Persephone zit. Dus de verbinding tussen kinderen en ouders, die dat er eigenlijk altijd zal zijn, maar waar dat er periodes zijn waar dat er meer afstand is en periodes waar dat er minder afstand is. En het is een vloeiende beweging. Het is iets dat cyclisch is. Zo, misschien nog even een paar symbolen. Bij Ceres hoort de sikkel, de halve maansikkel, die mee met de oogst doet. Hoort ook de hoorn des overvloeds. Dat is de hoorn waar al dat fruit en zo uitkomt. Dat hoort ook bij Ceres. Natuur. Natuurlijk. sowieso. Wat dat ook bij Ceres hoort, is het duaal principe van lente en zomer. Van zomer en winter, excuseer. Dus ook daar het cyclische. Dus het rondgaan van de seizoenen hoort daarbij. Bij Persephone hebben we natuurlijk de granaatappel. De klaprozen, ook heel sterk. En wat dat ook, en dat is een hele mooie om eens niet te gaan nazien, uit de kus op zichzelf is ook iets heel Persephone-achtig. In de film The Matrix, in de verschillende dingen waar dat Persephone ook als archetype naar voren komt, vraagt zij verschillende keren aan haar. Zeg dat, haar opponents, haar diegenen die tegen haar staan, om haar te kussen. Om haar een kus te geven, om te voelen waar dat ware, werkelijke liefde zit. Is het echt onderscheidingsvermogen van Persephone? Is dit echte liefde? Want daar weet ze alles van. Zij heeft echte liefde mogen ervaren vanuit de moederliefde, vanuit het onvoorwaardelijke. Maar zij heeft dat evenzeer vanuit lust mogen ervaren, vanuit Pluto uit. Maar ook daar zat een soort van echtheid in het begin in. Dat dan achteraf verminderd is. Dus ook daar, dat symbool heel krachtig voor Persephone. Dus van naïviteit naar ik weet wat echt is. Die dingen. Dus ik hoop dat jullie er iets meer uit, ja, dat jullie er iets meegenomen hebben uit dit geheel. Volgende keer is Athena aan de beurt, dacht ik. Ja, Pallas Athena aan de beurt. En daar neem ik Medusa bij. Nog zo'n boeiend archetype. Dus
Voilà. Aflevering nummer 2 van Your Goddess. Een astrologische asteroïde podcast. Ziet erop. Ik zie jullie graag de volgende keer, maar dat we een heel ander archetype naar voren brengen van de godinnen. En dat gaat Pallas Athena zijn. Totaal anders dan Ceres. Maar ook zij heeft een andere dame in haar gezelschap en dat is Medusa. Die wel een paar trekjes gelijk heeft met Persephone, maar dat gaan we dan zien. In ieder geval, hopelijk zie ik jullie volgende keer erop bij. Bye bye!